Karel van het Reven was een kenner van de Russische literatuur. Hij besloot zijn carrière met een prachtige studie over die literatuur. Maar hij blonk ook uit door hele scherpe stukken die venijnig zijn en waar hij de vloer aan veegt met personen en kwesties. Een heldere stijl, dat is wat hem kenmerkt, en een gezond verstand. Een van die stukken heet De onbeschrijfelijke slechtheid van het opperwezen. Ik hoop dat het opperwezen wat aardig voor hem zal zijn, maar ik heb daar vertrouwen in. Karel van het Reven smokkelde teksten uit het oosten, uit Rusland, naar het westen. En die stukken kwamen soms zelfs in kranten als de New York Times terecht. Karel van het Reven, een briljant essayist, verdient een roos, verdient een plaats in het Pantheon. Uit mijn eigen dood. Interessant zijn de zorgen die je maakt in verband met je eigen dood. Je zou denken dat alles je om het even is als je dood bent, maar nee. Je hebt het dwingende gevoel dat je eerst bepaalde zaken in orde moet brengen. Het merkwaardige daarbij is dat die dingen niet echt van belang zijn. Geen uiterst interessant boek dat ik wil schrijven, geen stuk dat ik af wil maken of zoiets, maar echt kleinigheden die er niet toe doen. Zo staat er in de laatste zin van mijn dissertatie een storende drukfout. Daarvoor in plaats van daarover, waardoor die laatste zin zijn betekenis verliest. Dat soort futiliteiten staat mijn dood in de weg.